2336, alleen al in 2020. 2336 gevallen, geregistreerde gevallen van discriminatie en geweld tegen LHBTI'ers. Om maar niet te denken aan het feit dat slechts 15% van de LHBTI'ers die hiermee te maken krijgt, aangifte doet. Ook ik zie dit voor mijn eigen ogen gebeuren. Deze discriminatie, deze haat. Ik ben super dankbaar dat ik op mijn school zit met de GSA. Een Gender Sexuality Alliance. Een groep van fantastische, lieve mensen die strijden voor het recht om jezelf te kunnen zijn. En die strijd die kost ze wat. Er is een doelwit van ze gemaakt. Dagelijks worden er nare opmerkingen en bedreigingen gemaakt naar iedereen die deel is van deze groep. Op mijn school is er daarvoor een lokaal aangewezen. Waar mensen zich kunnen verstoppen. Gevonden! Er is weer een doelwit opgezet. Er staan buiten het lokaal mensen die ons opwachten. Ik loop het lokaal uit en er wordt geroepen: 'Vieze homos! Dit is op een middelbare school vol met kinderen. Dit zijn kinderen. En ik hoef je niet uit te leggen dat mijn school de enige is. En waarom nou eigenlijk? Waarom deze discriminatie? Waarom het leven van iemand in gevaar brengen puur omdat ze zichzelf zijn? Ik kan je vertellen: ik zou het niet weten. Zeven van de tien LHBTI'ers krijgen te maken met discriminatie en geweld. Denk aan de schietpartij in Colorado op 20 november, waarbij vijf mensen zijn neergeschoten in een LHBTI-nachtclub. Denk aan 11 november, waar een homostel in elkaar was geslagen. Denk aan het feit dat slechts meer dan 50% van de transgenders maandelijks of zelfs vaker belagen, beledigd of bedreigd worden. Puur omdat ze transgender zijn. En dit zijn maar drie voorbeelden, maar de lijst is oneindig. We moeten een samenleving creëren waarbij iedereen elkaar als gelijke behandelt. Zodat deze discriminatie, deze haat, gedeelte wordt van ons verleden en niet meer van ons heden. Want ik pleit voor een land waar iedereen kan zijn zoals die wil zijn. Wij zijn toch Nederland? Wij zijn toch het land van de revolutionaire stap naar verbetering? Het land dat als eerste het homohuwelijk toeliet. Deze discriminatie tegen LHBTIers bestaat. En het bestaat overal. Op jouw werk, in jouw straat, op jouw middelbare school. Want ik praat hier niet over buitenaardse wezens. Ik praat hier over mensen. Mensen met gevoelens, mensen met passies, mensen met een toekomst. Ook deze mensen verdienen een normaal en een veilig leven.